wordt zo overtrokken. Ze doen net of elke vrouw die in de prostitutie zit, dat hij gedwongen is. Of dat hij dus met een pistool op haar hoofd naar haar werk gaat. En zo is het gewoon niet. Er is nog een hele groep vrouwen die voor zichzelf werkt. En die groep vrouwen wordt vergeten. En al die regels die zijn gekomen om de gedwongen vrouwen zogenaamd te redden, die werken allemaal averechts. Er zijn gewoon gedwongen vrouwen. En de vrouwen die vrij werk hebben daar zelfs last van. Want die gedwongen vrouwen, die worden zo gedwongen dat zij dus elke avond geld moeten hebben. Dus zij werken onder de prijs. Of doen meer handelingen voor minder geld. Dus vrouwen die dus gewoon voor hunzelf werken, belasting betalen. En die hebben daar last van. En ze vinden het ook heel erg voor die vrouwen dat ze gedwongen worden. Dat vinden ze heel erg. Maar ze hebben er financieel wel heel veel last van. Nou, dat kun je niet zeggen. Dus het is allemaal natte vingerwerk. Ik bedoel, wij hebben het proberen in kaart te brengen, maar dat lukt dus niet. Want het is ook zo, die vrouwen reizen, hè, die zijn dus bijvoorbeeld overdag zijn ze in Amsterdam en 's avonds dan worden ze naar Duitsland gebracht of naar België gebracht. En zo gauw je ze dus op de korrel hebt, dan zijn ze weg. Dus je kunt niet... Ik kan echt niet zeggen, want de gemeente die heeft een hele rare marge. Die zegt tussen de 20 en de 80%. Nou, dat is veel te ruim. Daar kan je alle kanten mee op. Ik denk dat het dus gebeurt, maar dat het niet zo veel is dat men dus beweert. Nou, de organisaties die allemaal een beetje vechten voor de vrouwen en omdat dat het weer gezond wordt. Die worden gewoon door de regering en alles bepost. Dat is het een post altijd. Wij zijn wel eens met een vrouw naar een minister gegaan om te zeggen, nou, praat nou eens even met een prostituee en haar visie erop. Dat hielp niet. Ze waren dan ook een beetje schrikkerig voor die vrouwen, want ja, dat was allemaal, ze praten wel over die groep, maar niet met die groep. En, nou, daarom waren wij er om als sluis te functioneren eigenlijk een beetje. En de registratie, ja, kijk, wat ze dan wel kunnen doen, als ze dat echt door gaan zetten, dat alle vrouwen moeten worden geregistreerd, dan gaan alle vrouwen die dus normaal vrij werken, gaan ondergronds. En de gedwongen vrouwen laten zich gewoon registreren. Ja, dan hebben ze uiteindelijk die groep wel in kaart. Maar dan werken ze er wel aan mee.